De buurt Bomenkansenkaart heeft sinds de kick-off van 19 januari 164 aanmeldingen, 1111 bomen, nog eens 300 boomkansen in aantocht en 14.400 vierkante meter overig groen een vliegende start gemaakt. Vandaag evalueren de Tilburgers en wordt er vooruitgekeken. Je ziet eigenlijk dat die pilot ontzettend succesvol is geweest tot nu toe en dat er heel veel ideeën zijn voor de toekomst. Die kwamen vandaag ook naar boven, dus ja, eigenlijk zit er een ontzettende goede flow in. Een groene flow zou ik willen zeggen, die in dit initiatief de natuur naar de mensen brengt. Maar ik denk ook de mensen dichter bij elkaar, de inwoners van Tilburg. Dat kwam ook heel duidelijk naar voren in alles wat gedeeld werd. Dat het samen boomplanten ook een ontzettende belangrijke factor is voor de sociale cohesie. Dus ik denk al met al een initiatief wat een hele mooie toekomst tegemoet gaat. De oogst vind ik nog veel meer, dus dat wat tussen de mensen gebeurt. Dat de mensen de straat uitkomen, dat ze met stoepkrijt op de straat plantvakken tekenen. En zeggen, ho meneer, u loopt door mijn plantvak. Nou, en ze mij uitnodigen, kom eens kijken. En dan kom ik kijken en dan zitten ze in de kamer met wel 15 mensen en kijken ze elkaar verbaasd aan. Zijn we met zoveel? De buurtbomenkansenkaart betekent voor onze wijk dat wij hem meer kunnen vergroenen. Het is echt bij ons in vergelijking met het buitengebied 7 tot 8 graden warmer. Aangezien de demografische opbouw van onze wijk echt is dat we een kop van oudere mensen hebben, is het echt ook uit onderzoek gebleken dat bijvoorbeeld in de zomer bij ons de ziekenwagens veel meer in de wijk aanwezig zijn vanwege mensen die onwel worden, oudere mensen of zelfs nog erger door de hittestress. Ik zie het als een mogelijkheid om Tilburg verder te vergroenen. En de reden dat ik dat, behalve dat ik zelf ontzettend van groen hou, vooral ook een hele leuke vind, is dat ik merk dat als ik met mijn vrijwilligers een goed gesprek wil hebben, dan ga ik een eentje wandelen. En dan is het gesprek anders dan dat ik in een besteende straat loop of dat ik eventjes naar het Leipark toe loop. In het Leipark heb ik een beter gesprek met iemand en merk ik dat mensen zich meer op hun gemak voelen. De natuur is wezenlijk. De natuur is niet iets te gebruiken, maar de natuur is. Zonder natuur ben jij niet. Jij bent natuur. En die bioscheiding hebben wij, denk ik, cultureel heel erg losgelaten. Hier 30 meter verder staat een fantastische monumentale boom. Als ik een fietstocht heb hier in de buurt, dan is dit stevast een punt om even naar deze boom te kijken. De boom staat bij een kerk en wat zal hier geplant zijn? 60, 70 jaar geleden. En de tuinarchitect moet dan toen al een glimlach om zijn mond hebben gehad. Van die ga ik hier eens even planten. Een hemelboom. Hoe mooi kan het zijn? Een dikke hemelboom bij een kerk. Sandra is een collega van mij en die is overleden. En die was altijd in deze wijk, leefde zij en zij leeft nu niet meer. En ik wil dat graag, dat het vergroenen mee in haar naam voortzet. Er worden steeds meer huizen gebouwd in de stad en in de dorpen. Dus laten we het gebied ertussenin alsjeblieft groen houden. En daar wordt ook het landschapspark Pauwels ontwikkeld. Maar dat is nog vooral agrarisch gebied. En daar komen nu wandelpaden doorheen en waterelementen. En dat is gewoon hartstikke mooi om daar ook bomen langs te zetten die ook weer schaduw geven en zorgen voor meer beesten. Ik word daar gewoon heel blij van dit initiatief. Ik hou van groen, ik heb een groen hart. Ik vind het fijn om iets samen te doen met mensen. Dus ik hou ook heel erg van die verbinding en samen je schouders ergens onder zetten. En dan tot een resultaat komen. Dat heb ik ook echt nodig. Dus dat je ook later kunt zeggen, oh kijk, die boom. Daar heb ik voor gezorgd, of dat plantsoentje, of daar heb ik aan bijgedragen, of dit hebben we samen gedaan. En dat is voor mij dit project. Het plantseizoen is weliswaar over, maar in november komt er een nieuw plantseizoen. Dus we willen nu de plannen gaan maken, zodat we dan in november kunnen gaan aanplanten. En we willen het natuurlijk groter maken, want we willen over naar een aantal volgende wijken. Dus we hebben zitten te brainstormen van, ja, welke wijk zouden we nou kunnen gaan nemen? En wat wel zeker is, we gaan in ieder geval naar Udenhout. Dus we gaan naar een dorp. En het leuke van Udenhout is, daar is het voorpootrecht. Maar daar vertellen we een volgende keer alles over. Wonder. Kleur. Inspirerend. De prachtigste oogst. En we zijn nog maar net begonnen.